Ladies and gentlemen, it is good to see you all here on this frightful evening. Welcome to the doorstep of decay. Welcome to the realm of wickedness. I want to get this show started, but I want to know if you all ready. Ladies and gentlemen, if you're ready, I want one hand in the air. Two hands if you feel it. Now somebody scream! Let's get the show rolling! In the narration of his name, you will feel it coming right now. Ladies and gentlemen, can you feel it coming? Are you ready? Now hear me! Fire! In adoration of his name, you will shiver before him with all your worthiness. It is time to summon the beast, the warrior, and the protector of the gates of hell. Standaards is de enige die wel met vervroegd pensioen is gegaan. Oh.
Oké, jij gaat het over uiterlijk hebben met mij. Terwijl er zit zoveel stukwerk op je bek dat je een aannemer moet aannemen, of niet? Serieus, man. Heb jij die wenkbrauwen zelf geschilderd? Ik heb een nichtje van... Ups, ik denk dat zij van 11 het nog beter kan. Ze heeft niet eens armen zo te zien. Hé, hey Eddie, hoe kom je aan dat haar en die rode neus? Ben je soms de ovulatiekalender van je vriendin vergeten, hè? Wacht even. Dit heet een roast, hè? Een roast. We hebben je gevraagd om mij hier te komen roasten. Nog een keer. Succes. Eddie doet zo zijn best om zijn haar overeind te krijgen... dat het gelijk het enige is wat hij omhoog krijgt. Over omhoog krijgen gesproken... Ik ben blij dat je siliconen hebt genomen, want dan struikel je de hele dag over die platte zakken van je. Eddie, je stinkt zo erg uit je mond. Ik zou maar stoppen met nagelbijten en tegelijkertijd in je kont krabben. Lieverd, als jij volgende keer met Floor de PlayStation schoon te maken, kan je beter een knotje in je haar doen. Dat is niet blond meer, dat is dood. Wie van ons lijkt hier op een playworstel, Eddie? Oh, ga je me vergelijken met een playworstel? Terwijl er zoveel plastic in dat lijf zit dat ze niet begraven, maar gerecycled moet worden. Eddie is echt zo ontzettend dom. Oh ja? Dat hij niet eens oh, lieverd, hou maar op. Ik weet iets veel leukers voor jou. Jongens, kom dan met mij onder slokjes zwabben. We gaan het even aan Shadianda laten zien hoe we dat doen bij Eddie de Klaas. Dankjewel. Neem er maar mee. Jij houdt toch zo van zonnebanken, zo die lijkt wel oranje, man. Dat is er op die berg. Speciaal voor Shadianda. De aanbieding hebben wij vandaag. De Sunburn 2000. Yes, my lord. Let's make us suffer. Let's roast them. Yeah. Come on, everybody. Roast. 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 Lekker. Is die gecontroleerd trouwens, jongens? Oh, ik zou even weggaan daar. Er komt rook uit, sorry. Hebben we dit armband technisch goed aangesloten of niet? Ik weet niet. Oh, moment. Shadianda? Shadianda? Oh. Dat hoort niet te gebeuren. Maakt niet uit. We gaan door naar de volgende kandidaat. Marijn van Kesteren. Yes, my boss, I think he's ready. Ladies and gentlemen, can you please make some noise for Marijn? Hey! Nou, Marijn schiet eens op. Ik heb lijken nog sneller zien lopen dan jij. Ga maar staan. Even kijken wat hieruit komt. Eddie, jij ziet eruit als een... Ja, zie je, er komt helemaal niks uit, man. Er zit zo weinig in die hartjes. Dus ik kan door die bolle ogen zo de achterkant van je hoofd zien. Lijkt wel een mensballon. Kijk maar uit als je hier opstijgt. Eddie, het enige wat jij heet krijgt is een Ikea magnetron. Ja, wacht even. En Shadianda natuurlijk, hè? Niet vergeten. Weet je, er komt heus wel een dag dat meisjes naar jou kijken. Als blikken kunnen doden. Trouwens, ben je niet al overleden? Mager, bleek, je stinkt, blijkt wel een lijf, man. Ik kan ook niet alles hebben, Marijn. Eddie, jij kan maar beter uit de keuken blijven, want alles bederft spontaan van jouw lucht. Is dat je comeback? Serieus? Is dat het beste wat je hebt? Volgens mij snap je niet helemaal wat er hier op het spel staat, of wel? Laatste kans! Jouw gezicht ziet eruit alsof je overreden bent door een bus. Jongen. Nou, is toch nog iets wat je goed gezien hebt met die holle gaten van je. Weet je, kijk, mijn leven heeft genoeg actie, maar de enige actie die jij ziet is van je rechterhand. Lekker beu je. Hier ben ik klaar mee. Dit schiet niet op. Jongens, neem me maar mee. Ja, weet je wat het is? Over opschieten gesproken. Je kan natuurlijk beter op iemand schieten. En daarvoor heb ik een leuk nieuw speeltje bij de blokker gehaald van mijn gouden dukaten. Yes, my master, I want to see you bleed. Jawel. Adios. Loser. Kennen jullie de super zachte nog van vroeger? Hey Marijn, dat was de laatste keer dat jij een man vertelde over mij. Ik wil zeggen, doedeledankie! Ja, hoppa! Ja! Je hebt nog een lever op, oh, op de taak! Oh, sorry, ik ben af. Ja! Zo! Kandidaat heet volgens mij Geert. Daar gaan we. Geert. Yes, our last contestant tonight. I hope he is worthy for your kingdom. Jazeker. Ladies and gentlemen. Are you ready for the last one? Please make some noise for God. Het is de hele tijd super irritant.
dan ga je het weer doen. Wat wil je horen? Zelf al begonnen. Nou. Bla bla bla, wat praat jij veel, man? Als je lichaam nog net zoveel in beweging was als je mond, had je buiten een stuk minder uitgezien als een gezwel. Oeh. Oh ja, we hebben een lintworm met pit gevonden, jongens, daar hou ik van. En jij bent 12? Op een schaal van 1 tot 10. Weet je wat jou heel goed zou staan? Een bord voor je kop. Een bord voor mijn kop? Wij allemaal kunnen ons masker na Halloween afzetten. Jij moet de rest van het jaar met die rompkop blijven rondlopen. Lelijk! Maar niet eng. Ik heb baby's gezien die enger zijn dan hij. Het is grappig dat je over baby's begint. Ik was gisteren nog bij je moeder. Heb je het ook over baby's gehad? Nou, ik heb gisteren met jouw moeder over hele andere dingen gehad dan baby's maken. Weet je trouwens hoe je enge baby's maakt? Nou? Vraag maar jou dus. Hey Eddie. Leven met obesitas is zwaar, hè? Gast, je staat zo hard te falen. Ja, net zoals de condooms van je vader. Oké. Weet je, soms is iemand gewoon ook goed en ik heb mensen nodig voor mijn legioen, natuurlijk. Bla, 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 bla. Eerst verlies je je waardigheid, dan verlies je ook nog eens je woorden. Jongens, this clown is going down! Oké. Je bent de winnaar van Eddie's Roast! Komt er even bij staan? Ja, ze weten het. Ik vind het echt hartstikke leuk. Kun je iemand de groeten doen? Ja, mijn moeder. Ja, maar we gaan het niet meer over doen. Jongens, ik zou zeggen, geef hem een applaus. Geert, zo daar! Ja. Heb je een momentje? Pak je momentje, Geert. Ga die handen erin. Ach, kijk nou toch. Wat een feest, hè? Ja. Nou, die is van de meekopers, hè? Ja. We hebben nog een leuke meekoper voor. Ja, echt speciaal, hoort bij het prijzenpakket. Deze zetten we even neer, deze gaan we even daar neerzetten. Ik zou zeggen, nog een beetje met een stokje. Leuke meekoper. Altijd fijn. Schrijf maar even, Geert. Ja, wel. Lord, my master. Ja. Ik ga even een zak tuin naar open trekken. Er staat een grote beer aan het hek te rammelen. Komt allemaal wel goed. Tot de volgende keer. En doe geen dingen die ik ook niet zou doen. Zoals je moeder. Doei.